Hé, maar hier kwam je dus aan fietsen? Ja, vanaf deze kant. Hier zat die vrouw toen met de stint, die zat daar. Verderop ja, lagen een paar kinderen, waarvan ik er voor mijn gevoel 1 of 2 heb gezien. En eentje, daar staat in mijn hoofd geprent. Met een paar ledematen missend. Een blauw shirtje en een roze broekje. Dat krijg ik niet meer uit. Die blijft er altijd ingeprent. Die stint die hing hier in de boom. In de slagboom? Nee, in de boom. In de boom zelf, in de groene boom. In die boom? In die boom hing hij. Er waren veel fietsers en er stonden hier ook al veel wandelaars. Dan gebeurt zoiets en dan heb je ook heel veel mensen die er zijn. Een hele drukke ochtend en natuurlijk heel erg veel kinderen die in de school toegebracht werden. Iedereen die was aan het bellen, iedereen was aan het schreeuwen, iedereen was aan het roepen. Ik denk van, ik kan ook wel gaan bellen, maar de politie die heeft daar alleen maar alsmaar minder aan. Ik ben eerst gaan kijken van wat er echt aan de hand was. Iets waar ik eigenlijk liever niet had moeten doen, maar ik ben omgedraaid en ik keek om me heen. Iedereen die wilde natuurlijk gaan kijken. Ik heb gezegd van, vader, moeder, dit zou ik niet doen. Dit is niet leuk voor de kind. Ik zou omdraaien, ik zou een andere route naar school toenemen. Er waren veel die liepen er gewoon langs, hier aan de andere kant. Omdat ze gewoon naar school moesten, gewoon met kleine kinderen. Toen zag ik ergens in een hoek een jongetje met zijn fiets aanlopen. En die had nog helemaal niet in de gaten wat er was. Geen vader, geen moeder in de buurt. Dus ik heb gezegd van, ik zou een andere route nemen, want waar hier is, dat wil je niet zien. Ja, maar ik moet naar school, zei hij. Ik moet hier doorheen, ik ben al bijna, ik kom dadelijk te laat. Toen zei ze van, ja, maar ik ga maar hier niet mee, ik fiets wel mee. En toen zijn we bij die school aangekomen en net op dat punt, toen kwam er een leraar buiten. Die zag van, dat was hun laatste leerling die ik heb meegenomen. Toen zagen ze dat ik instortte. Dat het bij mij pas binnenkwam wat er aan de hand was. Om het er nou weer over te hebben, dan is dat best wel lastig. Dan merk ik toch wel weer dat het me nog iets doet. Maar normaal gesproken, ja, dan zit ik zo met mijn hoofd op naar school toe gaan. Dat is helemaal niet belangrijk nou. Dus ja, eigenlijk elke dag kom je hier nog langs? Ja, elke dag nog, zo ongeveer. Er zijn nog steeds mensen die er heel erg veel last van hebben. Ik heb er last van. En ja, wat ik heb gedaan heeft misschien ook wel heel erg veel leed gescheeld. Daar heb je ook nog een lintje voor gekregen. Ja, klopt. Dat was eigenlijk nog een verrassing. De leraren bij die school die hebben mij daarvoor opgegeven. Die vonden eigenlijk wel dat ik dat verdiend had. Ik deed het niet voor een beloning. Ik deed het vanuit mezelf. Als ik er niks voor had gekregen, dan doe ik het de volgende keer weer. Help elkaar in plaats van iets op sociale media. Gebruik die telefoon voor iets goeds. Laat het aan de politie zien wat er is gebeurd. In plaats van dat aan je vrienden laten zien of ergens op te plaatsen dat het nooit meer vanaf komt. Want dat brengt alleen maar meer leed als dat het bespaart. Hoe vind je het om dan zo je verhaal te delen? Moeilijk, maar ook bevrijdend. Ja, het is lastig, maar is het ook wel fijn. Om toch weer andere mensen te kunnen laten zien waar ik eigenlijk heb meegemaakt, waar ik heb gedaan. Sommige dingen, dat vergeet ik ook gewoon niet meer. Dat is gewoon deel van mij geworden.